Toen ik als zwarte man minder waard was, toen dat gebeurde, was ik pas 3 jaar oud. Nog in mijn onschuld en geen enkel besef dat mijn huidskleur als bedreigend zou kunnen worden gezien. Op 17 augustus 2017, op 3 dagen na, precies 34 jaar geleden, dat Karen, na Karen's dood, werd ik als zwarte onderneemster in Hilversum racistisch aangevallen, waar mijn zoon van 3 jaar oud bij was. Precies dezelfde leeftijd als ik toen Karen werd vermoord. De ironie. De manier waarop politie en gemeente met mijn zaak is omgegaan, was te bizar voor woorden. De moeite die er gedaan werd om dit onder de tapijt te schuiven en af te doen als kwajongensstreken is te schandalig voor woorden. Zij lieten mij duidelijk merken en voelen dat het leed van een zwarte medelander geen prioriteit is. En dat is typerend. Afrofobie is werkelijkheid voor zwarte mensen. Afrofobie is solliciteren en afgewezen worden zonder onderbouwing. Afrofobie is aan de deur geweigerd worden van uitgaansgelegenheden omdat jouw kleur ze niet aanstaat. Afrofobie is een winkel achterna gelopen worden omdat men bang is dat je komt stelen. Afrofobie is de tas stevig vastpakken in de bus, bang dat de zwarte die naast je komt zitten in de bus er wel mee vandoor gaat. En zo kan ik nog wel met de lijst doorgaan. Wat de realiteit is van afrofobie voor zwarte mensen en mensen van kleur in Nederland. Anno 2019. Zeggen dat je van niets weet, is bewust racisme en discriminatie in de hand houden. Ieder jaar weer worden wij keihard geconfronteerd met het racistische karakter van Zwarte Piet. En moeten wij het maar niet zo zwart tillen. Want ach, het is toch maar een traditie. Maar zijn tradities niet om veranderd te worden? Ja! Hoe lang moeten wij mensen van kleur ons nog als tweederangs burgers voelen? Wanneer stopt het onrecht wat ons wordt aangedaan? Onrecht is een collectief gevoel. Het moet stoppen. Racisme zit in het systeem, in ons systeem. En weet je wat? Het systeem is niet een of ander robot. Het systeem zijn jij en ik. Wij zijn het systeem. Want zolang ik blijf zwijgen over het onrecht wat mij wordt aangedaan en jij je ogen sluit voor het onrecht wat mij wordt aangedaan, zal er niets veranderen. Ik kies er niet langer voor om te zwijgen en een vuist te maken tegen racisme en discriminatie. Ja! Niet alleen voor in het heden, maar vooral ook voor de toekomst. Voor de toekomst van mijn kinderen en van de jouwe, onze kinderen. Want wij, mensen van kleur, wij blijven hier. Wij zijn ook Nederland. We gaan nergens naartoe. Maar genoeg is wel genoeg. En dan wil ik kort afsluiten met een gedichtje. Ik ben geen dichter, ik ben geen poëet. Maar dit komt gisteren me op omdat het besef dat het precies wat mij overkomen is. Bijna 34 jaar nadat Kevin werd vermoord. Ik sta nog hier om het te vertellen. Dat kon hij niet meer. En daar kwam iets in me op en ik heb dat in de vorm van een kort gedichtje opgeschreven. En ik noem het, leg het me uit. Wat is het aan mijn huidskleur dat jou stoort? Is het misschien de gloed? De krachtige intensiteit waardoor je verblindt? Leg me uit waarom de structuur van mijn haar jou aanzet om het belachelijk te maken. Is het omdat ik het op mijn hoofd draag als een kroon? Leg het me uit, zodat ik jou kan uitleggen dat mijn bestaansrecht niet afhangt van mijn kleur. Leg het me uit. Ja!